Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Ian Anschaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 58 hier in Nederland. Heb je die vorige video gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje. Klik erop en zie je die aflevering verschijnen. Ik heb het helaas even druk met werk, dus op dit moment probeer ik op de zondagen een video te uploaden. Meestal ook op de zaterdag, maar dat gaat helaas even niet. Dus excuses daarvoor. Maar goed, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer werklessen, My Team, Kremlin content. Voor nu dan even elke zondag om 1 uur een video. Maar normaal gesproken is het elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Wauw. Ja, het is wat het is. Ik kan helaas niks aan doen. En ja, Nederland staat dus op het programma. Dat betekent dus ook dat wij met een andere auto gaan rijden. Dat had u echt niet verwacht. Dus ook een andere helm, ander race overal en andere handschoenen. Kijken wat dat dan gaat worden. We staan dus nog steeds bovenaan. 62 punten voorsprong op onze land- en teamgenoot Max Verstappen. Dus dat belooft nog wat voor een mooie strijd in de race. En volg jullie me trouwens nog niet op de sociale media, en zou ik dat zeker weten even doen. Mijn gebruikersnaam is dan in de beschrijving. We gaan gelijk door naar de auto selecteren. Oftewel de kleurenstelling van de auto selecteren. Wordt denk ik oranje. Wit, blauw. Want rood en oranje, ja, dat vind ik niet zo goed bij elkaar passen. Dus dan doen we dit maar. Zo komt de auto er dus uit te zien, eenmalig. En daarna gaan wij gewoon weer terug naar onze oude kleureninstelling. Even de, ja, hoe de verf eruit komt te zien. Mat, glanzend. Kleine aantal aanpassingen doen. Een beetje goudkleurig zo. Mooi, auto geselecteerd op naar de sponsoren die we van de kleur moeten gaan veranderen. Anders zie je ze zo helemaal niet. Of je kan ook zeggen, ja, dit is het wel. Ik heb er eigenlijk allemaal niet zoveel zin in om al die sponsoren van kleur te gaan veranderen, want het is toch maar eenmalig, dus ja. Betekent wel dat we met een andere helm gaan rijden. Een retro helm pakken we erbij. In de kleuren van de Nederlandse vlag. Op naar het pak. Die dan dus ook in de kleuren van de auto even doen. Of ook de Nederlandse vlag erbij pakken. We kunnen gewoon kijken wat we kunnen gaan doen en wat we willen doen. Maar ja, het race overal, dat ziet toch niemand vanaf de buitenkant. Dus hier dan ook even de Nederlandse vlag in gaan verwerken. Mooi, top. Pakken, handschoenen, helmen dus en de auto aangepast. Dat betekent dat we nu even de tijd doorspoelen. Dan komt er een season break aan. Waarin er even niet aan gewerkt wordt. Slaan we dus even over en kunnen nog de kalender op gaan vullen voor de Grote Prijs van Nederland. Met die Pirelli Hot Lap, alleen die slaan wij gewoon over. En dan is het op naar de kwalificatie. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. Ik kan helaas niks meer updaten. En kan nog wat dingen kopen aan de auto van de faciliteiten. Maar aan updates die komen niet meer op de auto. Dus helaas. En dan is het op naar de kwalificatie. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan.
We zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Flinke bewolking op het circuit, maar er is geen regen voorspeld gelukkig. Kijken of wij ook kunnen doorkomen naar Q2. Begin van deze eerste ronde in Q1 begint niet zo lekker. Hadden daar veel beter die curbstone kunnen nemen. Daardoor hebben wij denk ik wat tijd verloren. Einde van mijn eerste ronde in Q1. Als Verstappen de snelste tijd neerzet en wij pakken daar een track limits waarschuwing voor het veel te vroeg insturen van die bocht. We komen weer bij de DRS-zone en de kombocht aan. En dan laten wij de snelste tijd noteren. Jazeker, prima ronde in Q1, goed gedaan. Dat betekent dat die ronde goed genoeg is om door te kunnen komen naar Q2. De bewolking is inmiddels weggegaan en het zonnetje is tevoorschijn gekomen. Blauwe lucht op het circuit in Zandvoort. En kijken of wij ook met maar één ronde door kunnen komen naar Q3. Felipe Drugovic voorlopig naar de snelste tijd in zijn Mercedes. We komen aan bij de tweede kombocht. Had het wat beter kunnen nemen helaas. En dan weer inmiddels einde van mijn eerste ronde in Q2. Stappen weer naar de snelste tijd gegaan. En wij dus weer met de DRS geopend. Dat is een derde tijd. Goed gedaan. Prima ronde. Nog steeds een P3. Als wij Sergio Perez, ja, eigenlijk achter ons hebben. We stappen op pole position. En wij zetten dus op P3. Kijken of we ons kunnen gaan verbeteren. Want ik denk dat de rest sneller is. Het is daar geel in sector 2. Iedereen daar op een hoopje. Kijken wat deze ronde dus gaat brengen voor mij. Zit voorlopig goed bij de Delta, jazeker. Paars in sector 1, maar hier gaat het helaas mis bij de laatste bocht. En raken per ongeluk Sergio Perez. En deze tijd is helaas mislukt. P5 voorlopig. En dat wordt een zevende tijd. Maar toch mooi door naar Q3 gegaan. Dat is goed om te zien. Zijn we dan bij het late kwalificatiedeel. Kijken of ik ook naar de pole position kan gaan toerijden. Maar ik ben zwaar benieuwd naar Max Verstappen, die in bloedvorm lijkt te zijn voor zijn thuisrace. Kan hij ons dan misschien afstoppen, ook in de wedstrijd? Daar helaas die eerste bocht veel te vroeg genomen. En dat betekent een track limits waarschuwing. En deze ronde is gewoon niet goed. We moeten het opnieuw gaan proberen. Voorlopig wordt dit denk ik gewoon een tiende plek voor ons. Met het DRS dus geopend. En dan laten wij, jazeker, ik laat een P10 noteren door die slechte eerste ronde. Betekent dat deze ronde een cruciale ronde is. Om misschien ervoor te zorgen dat ik de pole afpak van mijn teamgenoot Max Verstappen. Trouwens, ik weet ook niet of hij überhaupt op pole position staat. Weet ik zo niet. Kan ook zijn dat het George Russell is. Of Felipe Drugovic met paars in sector 1. Groen in sector 2. Jazeker, de vlag hangt over 30 seconden uit. En wij zijn met een flinke verbetering bezig. 15e sneller. Maak er maar 16e van. 17e aan ons. Aan onze goede kant. En dat betekent P4. Het is geen pole position. Geen pole position. Want Russell is sneller gegaan. Max mist hem op 75.000ste. Yuki Tsunoda op een tiende naar P3. En wij zijn inmiddels doorverwezen naar een P7. Teleurstellende kwalificatie. En dus op naar de wedstrijd en kijken, ja, of ik dit nog kan goedmaken. En of Verstappen deze overwinning pakt.
Daar gaan we dan. For years, the people of Zandvoort fondly recalled the Grand Prix they used to hold. And then came along Max Verstappen. Across Europe, the Orange Army sold seats and seats and seats. And now they have their own Grand Prix. It is time for race day in the Netherlands. 2.6 miles then make up a lap here at a wet Zandvoort circuit, where some tricky braking zones and sudden drops can make it all too easy to slide off into the gravel. 14 corners overall, and a 678-meter main straight will provide the best chance for overtaking. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. George Russell will begin today's event in pole position, and Max Verstappen lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Tsunoda, Oscar Piastri, Drugovich, Gasly, The Professor, Sainz, Leclerc, Norris, Richard Vachon, Doohan, Teo Pourchaire, Liam Lawson, Perez, Albon, Stroll, Bottas, Magnussen, Sargeant, Hauger, and Nyck de Vries rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. And joining me again for the race today, Natalie Pinkham. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances. But what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another good race today. Right, mate, I know it's your home Grand Prix, but I want you to treat it like any other race. Let's not make any unnecessary risks, please. We moeten dus niet al te veel risico nemen in onze thuiswedstrijd, zegt de ingenieur. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. De strategie blijft gewoon op de intermediates rijden. Ben ook benieuwd hoe lang die inters het vol kunnen houden. We trekken dus vanaf een 7e positie. Max volgens mij op P2. Dus hij heeft een goede kans om de overwinning te pakken. Maar mochten wij toch nog voor die tweede stopper kiezen, dan hebben wij misschien de kans om hem in de laatste paar rondes van de race misschien nog te passeren. Want dan hebben we de versere intermediates. Maar goed, eerst deze start zien te overleven. De formatieronde is van start gegaan. Nu is het gewoon het gebruikelijke. Banden en de remmen opwarmen. En dan zometeen ons klaarmaken voor de race. Voor een regenrace natuurlijk. Ik ben zeer benieuwd waar wij aan het einde van, als de vlag erbij hangt, waar ik dan ben geëindigd. Daar ben ik heel benieuwd naar, terwijl we daar even de auto kwijt zijn. Wil ik dat helaas corrigeren. Dat betekent gewoon 263 graden spins gemaakt. Geen probleem. Daardoor zijn de banden dit keer mooi op temperatuur gebracht. We kunnen gewoon even iedereen inhalen. Dan zometeen weer op onze eigen gridpositie teruggaan. Zeker, dit mag gewoon namelijk tijdens de formatieronde. Iedereen ingehaald tot aan Pierre Gasly. Ook Leclerc, Perez en Sainz allemaal ingehaald. Jazeker, en dan komen we aan bij onze positie. En is de vraag, komen wij goed of slecht in onze grid slot terecht? Precies, 0,0 meter. Uitstekend geparkeerd. Is het op naar de race als de 5 rode lampen aangaan voor de Grote Prijs van Nederland hier in circuit Zandvoort. In de regen. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg. Daar zit al Sainz gelijk aan die binnenkant en is er voorbij. Maar zit hij opgesloten achter Esteban Ocon. Nee, Pierre Gasly. En wij kijken hier aan de buitenkant. Van zowel die Gasly als Felipe Drugovic. Jazeker, en zo pakken wij P5. Prima start. Op naar de volgende. Die heet Oscar Piastri.
proberen hier terug te kruisen en achterlangs meer snelheid mee te nemen. En zo pakken wij ook P5 af. En is dat een P4 geworden? Jazeker. P4 afgepakt van Piastri. Volgende heet dan Yuki Tsunoda. Wij kort even hebben aangetikt. Maar geen schade gepakt. De tweede ronde van de race. Als ik het nog steeds probeer bij Yuki Tsunoda. Hier een wijdere lijn nemen en zometeen eerder op ons gas. Misschien lukt dat. Dat lukt. Hebben hier meer snelheid aan de binnenkant. Bij Tsunoda over het gras licht elkaar aangetikt. En zo pak ik P3 af met de paars in sector 1. Je inhaalactie op naar Max Verstappen. Terwijl Tsunoda wel bij ons kan terugkijken, jazeker. Probeert het nog misschien. Dan kan er niet voorbij. Dan is het inmiddels ronde nummer 13. Want zo lang heeft het geduurd voordat ik bij Verstappen ben aangedrongen. En daar hier aan de binnenkant, jazeker. Ik wou even zeggen daar aan de binnenkant, dus hier aan de binnenkant. Elkaar licht aangetikt, maar dat is P2. Banden gaan er wel aan, zie ik. Staat rechts in het midden, staat er iets oranjes. Dat betekent dat de banden enorm aan het slijten zijn. Dus moet ik me gaan bedenken wat slim is. Of ik duik naar binnen voor een verse set inters. Of ik kan de race hierop uitrijden. Wat de concurrentie denk ik wel gaat doen. En dan is het wachten totdat de banden het begeven. Wat zou betekenen dat wij niet de race kunnen meenemen naar huis. Dan wint George Russell hem als het op dit moment eindigt. Gaat naar Verstappen is inmiddels 15e. We zitten in de 14e ronde van de race. Nog 11 rondes te gaan in de wedstrijd. En dat is ronde nummer 15 inmiddels. Als Verstappen het probeert. Maar kan er niet langs. We gaan hier wel veel te wijd. Max hier aan de binnenkant. Jazeker. Is er nog niet voorbij. Het gat naar Russell bedraagt inmiddels 2,3 seconden. 2,4 wordt alsmaar groter en groter. Omdat wij bandenslijtage hebben en het gevecht aangaan met Verstappen. En kijken, stel we maken een pitstop, dan is het gewoon even kijken waar we kunnen staan. 15 ronden en ik vind het zat. We gaan voor een nieuwe set intermediates. Want dit is niet vol te houden, vind ik. Anders ben ik bang dat wij een podium niet kunnen halen. Dus met nog 9 rondes te gaan, duik ik naar binnen voor een nieuwe set inders. Ben ik benieuwd waar we terechtkomen. Ik denk P13, jazeker. Achter Richard Verschoor. En kruisen daar per ongeluk over de lijn heen. Betekent dat ik een eerste waarschuwing heb, maar goed, dat geeft niks. Op naar Verschoor. En in ronde nummer 17 hebben wij daar Richard Verschoor. Voor P12. Weer in andere lijn te nemen. Hier, jazeker, een betere exit. En zo is P12, dat is een P11 geworden. Sorry. P13 is een P12 geworden. Excuses, ik keek niet goed. Wat wel goed is, is dat ik paars in sector 1 heb genoteerd. Maar goed, dat is logisch, want ik rijd dus op een verse set inters. Wat ook goed is, is dat we daar Sergio Perez hebben. Voor P11. Nu zeg ik het wel goed. Voor P11, jazeker. Kunnen wij hier wat mee? Met de Mexicaan die in gevecht is met Theo Porche. En hier op de exit Perez gezien. En Theo Porche is hier ook gezien, jazeker. P10. Mooie inhaalacties. Porche keek nog even bij ons terug. Maar goed, dat mocht niet baten. Onder nummer 19. Als het daar geel is in sector 1. Want er valt iemand stil. Wie is dat? Geen idee. Williams? Kevin Magnussen? Nee. Theo Porche. Theo Porche valt uit en de virtual safety car is op de baan geroepen. Dat is trouwens best wel gek dat wat ik zei over Kevin Magnussen. Want Magnussen rijdt bij Haas. Theo Porche valt stil. Maar was het een Alpine? Onder nummer 20. Groene vlag wordt gezwaaid.
kijken of wij met nog 5 rondes te gaan naar het podium kunnen toerijden. Daar hebben we Lando Norris voor P9. Die rijdt op versleten Intus. We zien het gelijk. Hier aan de binnenkant, jazeker. De volgende heet dan Charles Leclerc, maar Norris kan terugkomen aan de binnenkant. Dit keer zijn wij hem echt gepasseerd? Nee, nog niet. Gaan hier wijd. Norris hier nog steeds aan die binnenkant, zij aan zij. Maar dit keer is het echt een 9e positie voor ons. De volgende heet dan Charles Leclerc voor P8. En daarvoor rijdt Pierre Gasly. En ik denk daarvoor rijdt Carlos Sainz. We hebben 3 man voor ons voor P6. Hier Leclerc aanvallen, jazeker. Licht aangeraakt, mag eigenlijk niet. Maar goed, toch hebben we het gedaan. En zo is dat een 8e positie. Op naar Pierre Gasly voor P7. En dan gaan we ronde nummer 21 alweer in. Nog 4 rondes te gaan in de race. Volgens mij leidt George Russell nog altijd de race. Jazeker, daarachter Verstappen en daarachter volgens mij Yuki Tsunoda. Hier aan de binnenkant bij Gasly, jazeker. Die ziet ons op tijd en doet dat slim. Volgende heet dan Carlos Sainz voor P6. Die weer een wijdere lijn nemen. Een betere exit pakken. En dat is P6. Goed gedaan, op naar Felipe Drugovic. Inmiddels in ronde nummer 22. Als we daar Felipe Drugovic hebben, dan gaan we er een beetje wijd. Maar het is geen probleem. We kunnen voorlopig nog bijblijven bij de Braziliaan. En hier op de exit, jazeker. En daar is Drugovic gezien. Goed gedaan. Op naar Oscar Piastri. Voor P4. Podium longt misschien voor ons. Met nog 3 rondes te gaan in de race. Moeten we dit flink zien goed te maken. Jazeker. En in ronde nummer 23 hebben wij daar Oscar Piastri. En daarvoor rijdt Yuki Tsunoda. En daarvoor rijdt Max Verstappen. Want Russell is naar binnen gedoken voor een nieuwe Intus. De banden gaan het begeven. En nu komt die pitstop die we hebben gemaakt heel goed van pas. We hebben gewoon nog veel levensduur in deze Intus. Terwijl bijna iedereen het moet doen met die versleten intermediates. En in de ene laatste ronde vind ik het tijd dat Piastri gezien is. Jazeker, hier aan die binnenkant. Laat geremd. En zo pakken wij P3 af. Volgende heet dan Yuki Tsunoda. Met nog 2 rondes te gaan, kunnen wij misschien ook Max Verstappen gaan inhalen. Dat is de vraag. Dat is de vraag. We beginnen er bij Tsunoda, maar die geeft niet op. Verdedigt hier die binnenkant. En dan is het hier simpel via die buitenkant. Tsunoda komt op de curbzone terecht en zo pak ik P2 af. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. Verstappen leidt nog deze grote prijs, maar ik wil echt alles aan gaan doen dat ik ook de snelste race ronde erbij pak. En hier is Verstappen gezien. Hebben een betere tractie. De nieuwe Intus doen zijn werk. De pitstop wordt toch nog beloond. En zo pak ik in de laatste ronde de race-overwinning af van Max Verstappen. Die kan hier wel terugkomen. Maar kan hier niet voorbij. We hebben zometeen nog volop ERS tot onze beschikking. Komen we bij de laatste ronde. Sorry, bij de laatste paar bochten van deze ronde aan. Gaan er een beetje wijd, maar goed, dat is geen probleem. Want Verstappen is hier kansloos voor de tractie. En zo pak ik met een bijzondere strategie de race-overwinning. Goed gedaan. En is het op naar de volgende wedstrijd. Whether they could pull off the win here in Zandvoort, but they've done so in spectacular style.
So, Natalie, what made the difference out there today? Now, I'm not sure how keen I am on wet weather, but it is thrilling in terms of the race. The fans seem to enjoy it at least. It can be an absolute nightmare for the drivers, though. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hier ben dan onze uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Nederland met het als racerondepunt. Goed gedaan, we stappen naar P2. En wij krijgen Drive of the Day. Tsunoda op het podium beland. Maar één uitvaller, Theo Poortje. Daardoor nemen wij de leiding weer steviger in handen. Dit keer is het 70 punten voorsprong. Goed gedaan. We kunnen ons eigenlijk al afvragen wanneer wij kampioen worden. Rivaal breakdown met mezelf en Lando Norris. Hebben wij gewonnen, zie ik. Goed gedaan. Het team acclaim is ook weer uitstekend. En dan de sponsorgeld helaas. Eén doel niet behaald. $1,98 miljoen. En bij Max en ik hebben schade gereden. $85.000. Dus daarbij in totaal $25,22 miljoen. Dus dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. En trouwens, nu op mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer wekelijkse My Team Academy content. Voorlopig nog even op de zondagen een video. Ik heb namelijk een beetje druk met werk. Dus ja, dan gaat het lastig om nog laat in de avond op te nemen en dan nog in te spreken. Dat kan helaas niet. Goed verhaal. Dus helaas pindakaas. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het genaam, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.